En ik wil daar specifiek Geert, want het is in uw specialisatie, denk ik. De Europese gemeenschap die heeft als doelstelling gesteld om tegen is 2030 of 2035 25% van de landbouw biolandbouw te maken. Ja. Is dat een goed idee of niet? Wel, zij hebben ondertussen, heb ik vernomen, zijn er discussies aan de gang in Brussel om dat cijfer bij te stellen. En je ziet hoe snel dat dat gaat. Dat is eigenlijk onder druk van wat er gebeurt in Oekraïne op dit moment. Dus dat men ziet van oké, we moeten misschien als gevolg dat er gebeurt toch iets ook zorgen voor onze eigen voorziening in calorieën. En we weten dat op dit moment de biolandbouw daar nog altijd mee vecht natuurlijk. Met diezelfde hoeveelheid calorieën af te leveren per hectare ten opzichte van de conventionele landbouw. En dus onder druk daarvan natuurlijk is men dat aan het bijstellen. Dus dat is eigenlijk een soort van evenwicht die zal moeten gevonden worden. Ik ben zelf een voorstander van een deel van landbouw in biolandbouw te laten stimuleren. Net omdat de biolandbouw ontzettend inzet in de kwaliteit van de bodem. En dus als daar verder onderzoek kan ontwikkelen, dan kan dat eventueel leiden tot een kruisbestuiving van praktijken in de conventionele landbouw. Dus ik ben zelf niet zo'n een tegenstander van biolandbouw op zich. Ja. Het grote probleem in de biosector is eerder politiek. De biosector heeft een paar dogma's waar hun landbouwers zich moeten aan vasthouden. En daar ben ik zelf een rabiate tegenstander van. Niet zozeer tegen die biosector, die biolandbouwers zelf, die vaak zeer interessant werk leveren en die hoge kwaliteitsproducten vaak ook afleveren. Maar vooral de regels die zij soms opgelegd worden, die boeren. Hè. Dus dat zij niet gebruik mogen maken van kunstmest of dat zij niet mogen gebruik maken van gentechnologie. En dat maakt het u natuurlijk wel dubbel lastig als je voor een uitdaging staat dat je moet in de wereld meer calorieën gaan produceren en je moet dat doen op basis van met bepaalde middelen en bepaalde technologieën zegt je nee, dat laten we niet toe. Dan maakt het u eigenlijk gewoonweg dubbel lastig. En de bepaalde sector wil dat zelfs verder drijven. Wil dat naar 50%, 75% biolandbouw. Ja, ja, maar dus eigenlijk hetzelfde speelt zich ook af op Europees vlak. Ik moet misschien eerder naar Koen en naar Jan kijken. In de energiesector. Wat we Pieter moeten hebben, die is hier nu niet natuurlijk. Wat denken jullie daarvan? Daar gaat men ook echt proberen enkel te gaan naar windenergie, zonne-energie, waterkracht, waarbij waterkracht eigenlijk nog weinig uitbreidingsmogelijkheden heeft. Ja. Dus men sluit automatisch daar kernenergie uit. Ik denk dat er nu de oorlog in Oekraïne plots heel veel heeft veranderd, net zoals mee naar landbouw hebben gedaan. Dat we nu hebben ingezien hoe we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Hè. Hoe dat van een paar staten soms komt, waar we niet noodzakelijk zaken willen meedoen. Maar die fossiele brandstoffen zijn ook zo gemakkelijk, hè, zo handig. Je kan ze transporteren per schip, per pijpleiding, noem maar op. Het is super gemakkelijk, hè, want de Europese Unie had zich voorgenomen in 2010 minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Maar sindsdien is het eigenlijk alleen maar gestegen. En het menselijk leed is daar enorm in Oekraïne wat zich daar voordoet. Het is enorm tragisch. Maar we kunnen alleen maar hopen dat we binnen 10 of 15 jaar kunnen terugkijken en kunnen zeggen van dit was echt de kentering om van die fossiele brandstoffen af te geraken. Ik denk als het nu niet gebeurt, ja, dan gaat het nooit gebeuren. Het probleem is, als je te lang in een comfortabele situatie zit en eigenlijk te lang wacht, dan is het nu alle hands aan dek en worden er plots steenkolencentrales teruggeopend. En dat is nu het gevaar dat je zegt van oké, we willen af van Russisch gas, maar dan kom je nu acuut bij de steenkolencentrales uit, waarbij je weet dat de Russisch gas of Russische olie wel naar een ander land wel zou gaan. Dus voor de globale CO2-uitstoot is dat niet zozeer geruststellend. Je kan alleen maar hopen dat er nu effectief op verschillende landen, op Europees niveau en op ander niveau, wel gedacht wordt van kijk, van laten we zoveel mogelijk opties openhouden. Laten we onze eieren in zoveel mogelijk mandjes leggen, want je weet zelfs nooit hoe dat het zit met bevoorrading voor bepaalde grondstoffen voor eender welke energiebron. Ja. Ja. Wat ik dan toch straf vind, is dat
Duitsland dan toch niet op andere gedachten komt. Ze gaan dus sowieso toch een kerncentrale sluiten. Zelfs in deze noodtoestand. Hè. Dus dan denk ik toch, er is toch wel een zeer heel ideologische koppigheid die daar speelt. Hè. Dus dat begrijp ik ook niet goed. Ik had ook graag gehad dat België meer van onze kerncentrales zou verlengen dan enkel die twee jongste. Ja, dat technisch volgens mij wel mogelijk is. Niet allemaal, maar misschien wel vier. Hè. Maar ja, ik denk ook wel dat er een positieve zijde is aan die Oekraïne-crisis, dat er eigenlijk veel meer zal geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie en in warmtepompen. Dus dat is dan ja, het kleine, ja, het lichtpuntje daaraan dan toch. Ja, en dus moeten we volop inzetten weer op kernenergie? Ja, bijvoorbeeld SMR's, dat duurt nog 10 jaar, hoor ik zeggen. Moeten we dat doen, Jan? Wel, ik zou zeggen, een Chinees gezegde is ja, dus dat je eigenlijk de beste moment om een boom te planten was 10 jaar geleden en het tweede beste moment is vandaag. Dus daar zou ik eigenlijk zeggen, ja, wij moeten wel investeren in SMR's. Gewoon omdat wij ook willen zien naar waar leidt dit. Hè? Ja, dat is altijd het ding met moonshots. Hè? Dat zijn high risk, high profit. Of high reward, eerder niet high profit. SMR's zijn kleine kerncentrales. Misschien voor de... Ja. De small modular reactors. Small modular reactors zijn dus ja, eigenlijk kerncentrales in pocket formaat. Of kernreactoren in pocket formaat. Zo hebben we het ook verwoord. Ja, 500 megawatt. Dat is niet echt pocket formaat, denk ik. Maar ja, eigenlijk... Ja, je hebt er grote en kleine, ja. Maar het voordeel is dat ze wel meer op maat kunnen werken. Hè. Dus als een grote staalfabriek bijvoorbeeld elektriciteit nodig heeft, dag en nacht, dan zou je daar in principe zo'n kleine kerncentrale kunnen zetten die dan enkel voor die staalfabriek levert of zo. Hè. Dus, en wat ook heel belangrijk is aan kernenergie, dat het, of aan die SMR, is dat het hoge temperaturen zou kunnen leveren. En, dat is iets waar ik zelf nooit bij stilgestaan heb, maar om alle materialen in ons dagelijks leven te maken, zoals plastic en staal en cement om onze gebouwen te maken en zo, daar hebben wij enorm hoge temperaturen voor nodig. Jozef, je zult dat zeker weten, je bent zelf werkzaam in staal. Ik ga je idee meepakken morgen natuurlijk. Dat is heel goed. Dus kernenergie heeft wel wat troeven. Voor mij hoeft het ook niet per se kernenergie te zijn. Stel nu dat het toch lukt met 100% hernieuwbaar, dan is dat voor mij even goed. Maar ook een ander voordeel is van kernenergie is dat het heel weinig land verbruikt. Dus bij zonnepanelen en windmolens heb je toch heel grote oppervlakten land of zee nodig. En ja, we zijn al een zeer dicht bebouwd landje en het is hier niet zo ruimtelijk goed geordend. Dus ik denk dat de kernenergie hier wel een belangrijke troef kan zijn. Wat ik vooral, als ik mag, in het boek zeer interessant was dat je wees op de enorme uitdaging om echt deep decarbonization te bereiken. Je sluit dat niet uit om dat uitsluitend met wind, maar je wijst erop, dit is een ontzaglijke uitdaging. En daar voel ik dus, waar je mee startte, Jozef, daar voel ik een perfecte parallel in de landbouw. Dus dat eigenlijk door je enkel te focussen op een nauwe manier van oplossen, zijn de zonne-energie en windenergie, eigenlijk laat je een stuk eigenlijk van je probleem maar bollen op basis van fossiele brandstof. In de landbouw heb je iets parallel. Hè, door je te gaan focussen op je biolandbouw, die weigert om echt moderne technologie te gebruiken, voorkomt je eigenlijk dat je harde conventionele landbouw, die deel van het probleem is van klimaat, dat je dat eigenlijk niet opgelost krijgt. Omdat je ook die conventionele landbouw niet toelaat om die moderne technologie te gebruiken. Dus het is heel belangrijk om dat te beseffen. Onze leuze is altijd, we moeten meer halen uit minder. Dus bij kernenergie is dat, uit heel weinig uranium kun je massa's energie halen. Dus 1 kilo uranium die bevat evenveel energie als 3 miljoen ton steenkool. Dat is waanzinnig. En ook in de landbouw zouden we meer uit minder kunnen halen door meer aan precisielandbouw te doen. En dat wil dus zeggen dat we met robots de plantjes heel precies gaan bemesten en eventueel herbiciden spuiten en zo, enkel daar waar het nodig is. En zo krijg je ook minder uitspoeling van vervuiling naar het milieu.
En ook GGO is eigenlijk een vorm van precisielandbouw, maar dan op het vlak van de genetica van de plant. Hè, dat we eigenlijk de genetische code van de plant zodanig gaan maken dat die beter bestand is tegen de hitte en tegen, tegen overstromingen of tegen andere vormen van stress en zo. Ja. We komen regelmatig. Ja, ik ga eerst Koen laten spreken. Ik vind het interessant wat je zegt, zowel bij de landbouw als bij de energie, dat er enorme uitdagingen zijn. En dat ik merk dat in mijn omgeving, en als ik er met mensen over spreek, dat de urgentie of de grootte van het klimaatprobleem vaak onderschat wordt. Enorm onderschat wordt. En ik probeer door wat te vertellen over klimaatopwarming binnen de vier klasmuren, om dat eigenlijk buiten de vier klasmuren te krijgen. Zodanig, omdat ik denk, als de urgentie bij mensen toeneemt, gaan ze ook bepaalde beslissingen beter gaan begrijpen. Dan gaan ze beter begrijpen dat er bijvoorbeeld windenergie, als dat op zee wordt aangemaakt, dat dat op een bepaalde manier het binnenland moet binnengebracht worden met het Ventilus-project of een ander project. Dat als er een kerncentrale langer open zou blijven of een nieuwe zou zijn of zo, dat dat ook een impact gaat hebben. Want er gaat wel iets moeten gebeuren. Op den duur wordt alles geblokkeerd, dan gaan we helemaal niet vooruit. En de urgentie, dus de impact van de gevolgen, dat wordt vaak onderschat. We hebben het moeilijk, jonge mensen, maar ook oudere mensen, met het niet lineair zijn van effecten. Dat kunnen we moeilijk inschatten. Nochtans dat corona ons wel heeft laten kennismaken met de grafieken die voor sommige mensen daarvoor onbekend waren. Dus ik denk dat we daar nog heel hard moeten op inzetten. Jullie boek schetst goed het probleem, focust heel veel op oplossingen, maar ik denk dat we niet mogen denken dat het algemeen gekend is tot wat de klimaatverandering, voor welke verstoringen dat het zou kunnen leiden. Sommige mensen sluiten zich bewust een beetje af, ja, om willen de doemverhalen niet horen, maar ik denk dat we daar ook voor moeten opletten om de echte gevolgen of de scenario's die er zijn, afhankelijk van welke temperaturen we ermee uitkomen, om die eigenlijk een beetje te verdoezelen. Want dan ga je het een beetje zachter maken, maar dan gaan de oplossingen niet in verhouding staan tot wat er nodig is. Dus je mag effectief duiden welke gevaren dat er in schuil gaan, want er is niets fout met je zorgen te maken. We hebben ons zorgen gemaakt over het gat in de ozonlaag. We hebben daar een internationaal verdrag voor afgesproken. We hebben de krachten kunnen bundelen en we hebben daar een oplossing voor gevonden. En dat is net zo fijn om ook aan jonge mensen te kunnen zeggen, oké, we zitten met een probleem, maar het is ook echt goed nieuws dat we weten wat de oorzaak is. Het is niet zoals in die film een of ander iets onbekend uit de ruimte dat naar ons afkomt. We weten dat het aan die fossiele brandstoffen ligt. En dan volg ik u dat je niet aan mensen kan zeggen of dat je ze moeilijk meekrijgt door te denken dat ze terug naar paard en kar of in een bos moeten gaan leven. En dan is het fijn om het voorbeeld te geven van die Prinses Elisabeth Station. Dat is een basis waar het aangenaam vertoeven is, waar je gewoon in een t-shirtje kan rondlopen, waar je geen fossiele brandstoffen nodig hebt om daarmee rond te leven. Als je dat vergelijkt met als je naar je oma gaat in de winter, dan is het toilet ijskoud, vries je daar vast op het toilet, moet je een koude gang door en is er één kamertje verwarmd in dat oud, niet geïsoleerd huis. Als je aan jonge mensen en die leerlingen kan tonen, vermoedelijk als jullie ergens gaan wonen, gaat dat een bijna energie-neutrale woning of een passief huis zijn, dat heeft ook echt comfort. Maar toch sta je voor de ontzaglijke uitdaging, Koen, kan gelijk, dat je moet nadenken, denk ik, over de communicatiestrategie die gevolgd wordt om dat te bereiken. Absoluut. De mensen zijn niet minder kinderen beginnen maken omdat ze bang waren van de overbevolking. Ook al dat de overbevolking een nog ontzaglijk probleem was, een doemscenario die geschetst werd. Nee, het was eigenlijk door uiteindelijk het voorhanden hebben van technologie, hoe eenvoudig ook, dat de mensen heel snel die transitie, plus natuurlijk een voordeel voelen van minder kinderen te hebben. Dus hier ook denk ik dat we als maatschappij moeten nadenken over de communicatie die we doen. Het maakt volgens mij niet altijd zin, en dat is waar het boek, denk ik, de titel op duidt, om altijd op te wijzen, en het moet minder dat, en het moet minder dat. Mm-hmm. Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt, dat de uitdaging van het probleem en de essentie van het probleem zeer scherp moet stellen, maar het moet hand in hand gaan, denk ik, met de oplossing. Absoluut. Absoluut. Inderdaad, ik vind het een zeer belangrijk punt om die goede klimaatcommunicatie, of laat ons zeggen,
communicatie over het milieu in het algemeen, ook over biodiversiteit en zo. Om zeker die urgentie in de verf te zetten. En dan zullen ook mensen meer openstaan voor alle soorten oplossingen die er zijn. Omdat ze weten dat het water ons een beetje aan de lippen staat. Ja. Dat is misschien overdreven, maar toch. Nee, maar dat is net daarom waarom ik de website heb uitgebouwd. Omdat het mij stoorde dat die jonge mensen die op Instagram en Facebook veel beelden binnenkrijgen, dat die vaak heel negatieve berichten binnenkrijgen. Het is ook gemakkelijk om een koala in een bosbrand daar een beeld van te maken en dan mee te verspreiden. Dat treft mensen, kan gemakkelijk gedeeld worden. Maar we moeten die 17, 18 jaar naar wie ik les geef, wou ik ze echt een vorm geven, wou ik ze een plek geven waar ze oplossingen kunnen vinden. Hè? En ook waar ze zelf oplossingen konden delen. Want dat stoort mij ook maatloos eigenlijk, dat er al heel wat mooie, goede initiatieven gebeuren, van een jeugdbeweging tot een bedrijf, tot noem maar op, maar dat we ze eigenlijk niet kennen. En we kunnen elkaar eigenlijk net inspireren of wat bestuiven door te zien, jullie doen het zo, jullie doen het zo. En op de website kunnen mensen, zonder in te loggen, zonder iets, gewoon hun acties delen. En dat gebeurt nu op verschillende plaatsen. En zo anderen inspireren. En ik denk dat we dat echt, dat we daar heel hard moeten op inzetten. Ja, ik vind dat fantastisch dat inderdaad, dat je dat dan wilt tonen aan het publiek van, er zijn al zoveel initiatieven en zoveel mensen die naar een oplossing willen zoeken. Dus dat vind ik enorm belangrijk. Ik ben wel een beetje pessimistisch over het klimaatprobleem in die zin dat het is een zeer verraderlijk probleem. Omdat het eigenlijk een sluipend gif is. Onze menselijke psychologie wordt niet echt wakker geschud door het klimaatprobleem, omdat het zo geleidelijk aan gebeurt. En ook omdat je moet al een beetje klimaatwetenschap kennen om het te snappen. En dat die CO2, dat het door die CO2 komt en door de straling van de zon enzovoort. Dus vandaar dat we misschien moeten zoeken, ik geef u gelijk, naar een andere weg om die transitie te doen. Ik denk persoonlijk dat men veel te weinig de nadruk legt op de problematiek van gezondheid bij excessieve vleesproductie bijvoorbeeld. Eerder dan dat altijd te koppelen aan dat klimaat. Ik denk als je op de persoonlijke gezondheidssituatie van de mens gaat focussen, dan misschien die transitie gaat sneller aan. Hetzelfde schrijft in uw boek hoeveel mensen jaarlijks sterven te gevolgen van uitlaatgassen van fossiele brandstoffen. We staan daar veel te weinig bij stil. Dat moet veel meer in de verf gezet worden. En mensen gaan zich veel sterker aangesproken worden om daar iets... Inderdaad, omdat die feedback dan sneller is. Hè. Dus luchtvervuiling ademt je in en iedereen begrijpt dan dat je daar ziek van wordt. Maar ook in de omgekeerde richting, denk ik. Dus als we de stad vergroenen, dan is het ook aangenamer om er te vertoeven. Hè. Dus het is goed voor het klimaat, maar het is ook goed voor al wie er rondloopt. Absoluut. En dat zijn voorbeelden waar leerlingen die zelf nog geen auto hebben, zo oor naar hebben. Van kijk, je geeft het voorbeeld van Kopenhagen en je zegt als je dan met de fiets rondrijdt en het regent en het springt sneller op groen voor de fietsers, dat vinden ze leuke ideeën. En je ziet als die stad over verschillende legislaturen en over verschillende decennia een duidelijk doel heeft van hier willen we met onze stad naartoe, dan gaan mensen er ook gebruik van maken. Zelfs mensen die op voorhand een beetje morren, als je twee stadsdelen die moeilijk te bereiken zijn met de auto, verbindt met de fietsbrug bijvoorbeeld, dan gaan zelfs verstokte autobestuurders dat toch mee gaan gebruiken. En dat zijn kleine ingrepen die meer momenten kunnen teweeg brengen. Vandaar dat het zo belangrijk is om in technologie te investeren. Je kunt blijven zagen tegen de mensen dat ze minder dierlijke melk mogen drinken, maar ik denk dat je er zo niet gaat geraken. Investeren in technologie, waardoor dat je bijvoorbeeld de sojamelk lekkerder kunt maken, dat het oestrogeengehalte in sojamelk daalt. Daar ligt technologie voor klaar om dat te doen. Ja. Dat is wat we veel duidelijker moeten maken, dat wat er gebeurd is tijdens de COVID-periode, we herhalen dat iedere keer, maar moet daar eens bij stilstaan. Hè. De maatschappij wordt daar voor een zeer scherp probleem gesteld. Hè. Er breekt een virus uit en plotseling, out of nowhere, komt er daar een vaccin die op ontzettend snelle manier ontwikkeld wordt, met werkelijk totaal nieuwe technologie. Dus die technologie zat gewoon klaar. En dat is ook zo in mijn eigen sector. En dat zal in alle sectoren zo zijn, dat er ontzaglijk veel kennis en nieuwe technologie klaar zit om in nieuwe producten omgezet te worden. Het is gewoon afhankelijk ook van de politieke wil om daarin te gaan investeren. En wat we in ons boek ook wilden benadrukken was,
die zaadjes voor die technologische doorbraak, zoals dat vaccin, die waren al veel, veel eerder gelegd. Tuurlijk. Dat is werk van tientallen, misschien wel honderden wetenschappers, die al in de jaren 80, 90, dus die RNA, dus die, ja, het genetisch materiaal, voor dat, daar onderzoek naar deden. Dus maar, het gaat niet vanzelf. Hè. Technologische innovatie moet je aanporren en als overheid moet je daar echt in gaan investeren. En zo kun je je oplossingen, je technologische oplossingen met een aantal jaar versnellen. Dat maakt een enorm verschil. Maar je hebt gelijk, het mag niet afhangen van zo'n scherp probleem van plotseling een pandemie die optreedt. En dat is wat je daarnet het gevaarlijke van klimaatverandering. Dat als er geen onderzoek was gedaan naar messenger RNA, dan zaten we nu met de gebakken peren en moesten we hier allemaal nog een masker kunnen dragen waarschijnlijk. Dus, of misschien kon dit zelfs niet eens doorgaan. Maar juist, die technologie heeft juist die troefkaart ook om eigenlijk gedragsverandering is in die zin, die kan dat bypassen, zogezegd. Want veel mensen verwijten ons altijd van jullie wachten op technologie die uit de lucht komt vallen, op technofixes enzovoort. Eigenlijk het tegenovergestelde, we moeten juist die technologische innovatie gaan versnellen, daar meer geld gaan tegenaan smijten. Maar dan zou je het tegenovergestelde ook kunnen zeggen. Hè. Sommige mensen wachten al decennia lang op een gedragsverandering, op een soort van gezamenlijke ontwaking. Hè. Misschien trek ik het op flessen, maar daar mogen we ook niet op gaan wachten, hè, want anders komt het klimaatveranderingsprobleem daarbij aan en dan is dat zogezegd een kapitalistisch probleem. Maar dus eigenlijk, uiteindelijk komen we toch nog altijd, regelmatig terug, die bewustmaking blijft belangrijk. En ik wil een keer even naar Koen kijken, specifiek. Jij geeft les, dus je komt veel jonge kinderen of kinderen tegen die allerlei ideeën hebben en zo. Kom je soms nog mensen tegen die carrément het klimaat ontkennen? En hoe ga je daar dan mee om? Het project gaat terug naar 2010. 2011 en 12 was in die periode was ik daar in de Antarctica-basis. Dan was dat bij ons heel actief op school. Nadien is dat dan een beetje terug op de achtergrond geraakt en het is eigenlijk door de jongeren in Brussel die op straat kwamen die echt een enorme kentering hebben teweeggebracht. Ik ben al lang met het thema bezig en zij die dat ontkennen, dat is fout, die hebben echt heel wat teweeggebracht. Veel discussie, veel commotie, inderdaad, maar ook bedrijven werden plots wakker en zeiden van oei, hoe moeten we hiermee omgaan, de ouders wisten niet goed, hoe moeten we hier een antwoord op geven. En wat mij toen opviel in die periode, is dat er vaker gesproken werd over waarom moet dat op een donderdag dat ze naar Brussel trekken, dan wel over de noodkreet die ze meeslaakten. En ik vond dat heel straf dat we dan op dat punt stonden, dat we dachten, we hebben nu een momentum en we gaan dat zo laten passeren of op die manier naar die jonge mensen kijken. En het stoorde mij dus dat er ook collega's, soms wat ouder, soms wat jonger, in de leraarskamer zaken zeiden die pertinent fout waren. En dan is dat niet de klimaatopwarming volledig ontkennen of zo, maar toch altijd van die zaken, het zal wel zo'n vaart niet lopen, de klassiekers, en we, of ze interpreteren sommige zaken, columns of andere zaken, fout van, en we vinden wel een oplossing, die staat klaar, dat komt goed. Hè. En de jongeren, mijn leerlingen, hadden het dus lastig als ze moesten discussiëren met hun ouders, van ga ik naar Brussel of niet, of over die thematiek op dat moment. En daarom heb ik ze ook een beetje, dus die website gemaakt, om ze wat achtergrond te geven als er thuis gediscussieerd wordt over een stukje vlees, verschil of niet, dat ze gewoon eens kunnen tonen, ja, kijk hier eens naar het verschil, de impact van kippenvlees ten opzichte van rund. Rundvlees heeft veel grote impact. Om ze eigenlijk wel steun te geven. Hè. Maar dan staan er nog zaken in dat dus die jongeren die werden in Brussel of de verantwoordelijke uitgenodigd bij de minister. En de minister zei, ja, het is wel goed en nobel wat jullie doen, maar vraag ook eens aan jullie leerkrachten dat ze in de leraarskamer in plaats van haar wegwerp koffiebekers te gebruiken, dat ze eens een herbruikbare kop, herbruikbare kop nemen om koffie uit te drinken. Toen dacht ik, als dat
de minister is die dat meegeeft en die jongeren die protesteren, dat toont dat die minister eigenlijk totaal niet weet waar het over gaat. Die zou moeten zeggen, ja, we gaan proberen nadenken dat we uw schoolomgeving veilig maken, dat niet iedereen met een auto moet gebracht worden. We gaan kijken hoe dat we uw gebouwen gaan kunnen isoleren en energiezuinig maken. Maar je moet niet tegen de jonge gasten zeggen, ja, vraag aan uw leerkrachten dat ze koffie drinken. Dat is juist een heel schoon voorbeeld, hè, van hoe dat bepaalde ideeën eigenlijk zodanig... En wat wij denken dat groen is, hè, ik ga niet zeggen dat is een goed idee, hè, ja, voor alle duidelijkheid, maar het gaat het klimaatprobleem niet oplossen. Voilà. En dat is het punt een beetje, denk ik, dat veel mensen hebben, is dat ze denken van, ja, dit hier is groen. Hè, en bijvoorbeeld, als ik dan terugkom op bijvoorbeeld kernenergie is niet groen. GGO's... of Gentech in het algemeen, niet groen. Hè. Lokaal eten, dat is groen, maar niet lokaal eten is dan weer niet groen. Terwijl dat die nuances daartussen... Allee, ja, er zijn 50 shades of grey, maar 50 shades of green. Hè. Ja. Dus, ik ga eventjes het uur in toog houden, want we gingen nog een kwartiertje vragen stellen. We hebben nog 5 minuutjes.